Muziek van Ton. Ja, dat vind ik hartstikke leuk, maar die ken ik ook heel goed. Ja, ik heb gitaar gespeeld op de nieuwe plaat van Tom in een aantal nummers. En ja, Tom en ik kennen elkaar gewoon al heel lang. Tom doet ook weer dingen voor mijn bandje en zo. Dus ik ken het idioom heel goed. En dat vind ik heel erg leuk. Ja, absoluut. Daarom wilde ik ook vooral deze keer het weer anders aanpakken als de twee keer daarvoor. De twee keer daarvoor met Nerve en met Junk XL waren de arrangementen geschreven voor het hele orkest. Dus inclusief drums, gitaar en... Maar een orkest mee laten spelen met sequences, zeg maar. Dat was nog niet eerder op die manier gedaan en daarom vond ik dat juist een uitdaging. Ik zou het leukste vinden als jullie echt overblijven. Dus als Tom een beetje dimt daar langzaam weg. Ik ga weg. Maar ja, wie ben ik, hè? Maar ik denk dat ook, er is één punt waarin er helemaal geen ritme meer is. Ja, dat gaat toch prima? Het komt er gewoon weer in. Ja, oké, maar waar komt hij dan in? Je deed het goed. Laat ik het zo zeggen, als hij erin komt, dan na 8 maten ga je weer verder. Dat is precies die 8 maten rust die Klaas had. Nee. Het is dit stukje. Ja. En dan komt de drums volgens mij hier ongeveer in. Ik ben bijna doortellen. Volgens mij is het zo duidelijk. Het is nog nooit misgegaan. Nee. Het zal waarschijnlijk donderdag wel misgaan, maar... Natuurlijk. Ja, maar het is handig. Ik heb het idee dat je er net iets naast zit. Hè? Volgens mij was het helemaal goed.
to load this stuff. I'm losing up now, just to load this stuff. Come